Alright, het is zaterdag van week 1. Vandaag, het is nu iets na 3. Ik ga rond 5 uur mijn 18 kilometer doen. Dat is de langste loopafstand die ik tot nu toe gedaan heb, of die ik tot nu toe zal doen. Ik denk dat als ik die 18 kilometer goed doorkom, dat de 25 kilometer over 2 weken en de 29 kilometer over 3 weken de volgende hordes zijn. Maar die 18 kilometer vandaag is voor mij echt wel iets waar ik naar uitkijk. Het hoeft niet snel te zijn. Het zal waarschijnlijk 6 minuten per kilometer. Dus ik was dat 18 kilometer, 6 minuten per kilometer. 108 minuten, dus pak 1 uur en 3 kwartier. Dat is prima. Ik heb deze week mijn andere afstanden, mijn 5K verbeterd. Net onder de 5 minuten per kilometer gelopen. 12K gedaan en 6,4 eergisteren. Gisteren was dan een rustdag. Maar vandaag is dus de eerste test, 18 kilometer. Ik ben gisteren nog loopsokken gaan halen in een loopwinkel. Want ik loop nu met van die wollen sokken. Die ik gebruikt heb om te wandelen, om in lange afstand te wandelen. En daar was ik eigenlijk heel tevreden van. Daarom ben ik die blijven gebruiken om te lopen. Maar ik dacht, omdat dat vrij dure sokken zijn, dacht ik ga specifiek sokken halen voor te lopen. En ik heb dan gisteren nog op Amazon een Under Armour t-shirt besteld voor wanneer het iets warmer wordt. Ik heb een aantal keer als vrijwilliger geholpen op evenementen de laatste maand. En ik heb heel veel katoenen shirts gekregen, wat vrij tof is nu om te lopen, want die zijn warm. En daaronder draag ik dan af en toe. Ik heb een icebreaker longsleeve wollen shirt. En dat draag ik eronder. Maar tijdens het lopen wordt dat vaak te warm. En dan doe ik dat uit of doe ik mijn t-shirt uit en loop ik verder in een van beide. Dus ik doe die icebreaker aan, mijn t-shirt erover. Maar tijdens het lopen doe ik eentje uit. Nu vandaag is het terug 7 graden of zo, van 17 de laatste dagen. Dus dat is ideaal. Ik was net even buiten en het is koud, maar het is aangenaam om te ademen. Ja, 18 kilometer, ben benieuwd. Volgende week 21,5 en dan 25 en dan 29. Dus die 18 en die 29, ik denk als ik die 29 gedaan krijg over dan 3 weken. Dat ik officieel ga aankondigen dat ik de marathon ga lopen en dat ik geld kan inzamelen. Ja, ik denk als ik 29 kan, dan moet dat echt wel lukken. Voor de rest, ik ben aan het denken om een Forerunner, een Garmin Forerunner 235 te kopen. Een horloge om mijn sporthorloge om mijn trainingen bij te houden. Nu, ik pak meestal deze iPhone mee om te lopen, om naar muziek te luisteren. Ik heb geen probleem om die vast te houden in één hand, want ik hou in mijn andere hand mijn sleutel vast. Dat is geen probleem, maar zo'n horloge zou wel handig zijn. Nu aan de andere kant, om daar €175 aan te betalen, vind ik. Dat gaat mij niet helpen om sneller of minder snel een marathon te lopen. Ja, het zal mij helpen bij het trainen, maar. Ik heb nu dat shirt gekocht, die sokken, een tweede paar schoenen, exact dezelfde loopschoenen, zodat ik kan afwisselen, zodat ze uiteindelijk langer meegaan. Omdat ik toch 5 dagen per week nu loop. Maar ja, alles samen is dat snel €250. Om dan ook nog een horloge van €175 te kopen, plus inschrijving in de marathon, dat is €80. Goh, om even €500 op 2 maanden uit te geven aan loopmateriaal. Allee, ik bedoel, het is voor langer natuurlijk dan dat, maar ja, dat hoeft niet per se. Goed, ja, ik ben nog een beetje aan het lezen. Letters to a Young Contrarian van Christopher Hitchens. Ik was naar een podcast aan het luisteren van Sam Harris en Stephen Fry. Ik heb gisteren, ik ging een boekenwinkel binnen en ik dacht, nee, niks kopen, niks kopen. En het ging goed. Meestal ga ik een boekenwinkel binnen om
boeken te vinden, Duitse boeken dan, die ik al in het Engels gelezen heb. Zodat ik mijn Duits kan oefenen, terwijl ik weet waar dat de boeken eigenlijk over gaan. En ik kwam weer bij boeken van Stefan Zweig uit, maar ik dacht, nee, dat ga ik nog niet kopen. Dan uiteindelijk rondgewandeld en in die podcast vertelde Stephen Fry over zijn werk rond Griekse mythologie. En hij heeft daar twee boeken over geschreven. Het eerste deel lag daar voor 11 euro, dus weer een boek gekocht. Ja, over 1 uur, 1,5 uur lopen. 18 kilometer. Ik ben echt benieuwd. Ik ben eigenlijk vrij zeker dat ik het kan. Daar heb ik geen schrik voor. Maar ik kijk meer uit naar hoe reageert mijn lichaam, mijn linkerknie. Daar heb ik een heel klein beetje last van, maar dat heb ik eigenlijk al bijna 1,5 jaar. Sinds mijn allereerste wandeling was daar een soort van kisten op, een soort van zwelling. Ik ben daarmee naar de dokter gegaan. Het doet geen pijn, maar dat is gewoon van overbelasting tijdens het wandelen. En ik heb dat dan 3 keer gedaan, 3 keer lang gewandeld. En dat is eigenlijk nooit echt weggegaan en dat speelt mij nu een beetje parten. Maar voor de rest, ça va. Spannend. Gisteren nog met iemand afgesproken. Een beetje over de marathon gesproken en over het lopen. En kijk er wel hoe langer hoe meer naar uit. Ik ben ook benieuwd eind april of het snikheet gaat zijn of het wel meevalt qua weer. Ja. Maar ik denk dus dat vandaag is een mijlpaal. En dan die 5 à 29 kilometer. Ik denk zelfs al als ik die 25 kilometer kan, dat ik vrij goed op schema lig om de 42 ook te doen. Dus ja, als er 3 belangrijke momenten zijn en mijn training is vandaag één, is die 5 of 29 één en dan de marathon zelf is het derde belangrijke moment. Dus ja, ik ga nu nog een beetje lezen. En dan ga ik mijn stilletjes klaarmaken met mijn nieuwe loopsokken. Om te gaan lopen. Af en toe wissel ik af tussen muziek luisteren en geen muziek luisteren. Ik weet nog niet wat ik vandaag ga doen. Er zijn een paar nummers die ik graag op repeat zet. Dat ik daar energie van krijg als ik loop. Maar het probleem is, zeker als je langzaam probeert te lopen, van muziek gaat je sneller lopen, je hartslag gaat omhoog. Onbewust al. Of ongecontroleerd. Dus je moet daarmee oppassen om muziek niet te luid te spelen. Dat is waar. Het is vandaag zaterdag, dus ik heb de afspraak op vrijdag gedownload. En het is vandaag met Frank van den Broeke, Zoual Demir en nog iemand. Dus dat is 40 minuten waar ik op mijn gemak naar kan luisteren. Juist. Alright. Spannend. Alright. 7 kilometer gedaan. Het is hier wel heel leeg vandaag. Het is 5:30. Ik denk dat het park sluit om 7. Mag ik dat misschien toch eens checken? Nog 11 kilometer te gaan. Dat zijn 3,5 rondjes. Voel mij goed. Het regent. Ik ben nat. Maar het gaat lukken. Hoe kun je hier nu niet gelukkig van worden? Oké, het goede nieuws is, ik heb 15 kilometer gedaan en die laatste 3 kunnen er ook nog bij. Misschien zelfs meer, maar ik wil mij aan mijn trainingsschema houden. Het heeft geen nut om nu veel langer te lopen en dan het rest van de week een stuk moeilijker te hebben. Ik ben aan het lopen aan 6 minuten per kilometer. Dat is goed. Het enige nadeel is, dit is het enige stukje, ongeveer een vierde, dat verlicht is. Het goede is, het regent niet meer. Het nadeel is, het heeft geregend. Dus mijn voeten zijn zeiknat. Maar ik zag daar net, straks, 3 kinderen
aan en in een plas staan. En ik dacht, maar als kind vond ik dat zalig om in plassen te springen. Dus waarom zou ik nu aan betand zijn dat mijn voeten nat zijn? En sinds een uur, sinds ik de kinderen gezien heb, denk ik, ja, fijn om eens natte voeten te hebben. Zo lang geleden. Waar ik ook blij mee ben, is dat ik 15 kilometer lang tot nu toe met mijn neus, met neusademhaling heb kunnen lopen. Ik probeer daar heel bewust op te letten. En dat werkt heel goed. Nu natuurlijk, nu dat ik spreek, is dat dik kut. Nog iets wat kut is. Ik heb de afspraak beluisterd. Isabel Albert zat goed. Maar zo. Maar daarna ben ik muziek beginnen luisteren. Dat is geen goed idee als je lang wilt lopen. Dus toen ben ik nog een paar... Kijk, ik weet niet of je dat kunt zien. Kasteel. Zo mooi hier. Anyway, ik denk dat ik nog één toer doe. Een toer is 3 kilometer. Dus dat moet ongeveer lukken. Wacht, hè. Even kijken. Alright. Oké, snelle update. Mijn batterij is bijna plat. 18 kilometer super gegaan. Ik voel me goed. Het eerste uur was fijn, want toen was er licht en ik was naar een podcast aan het luisteren en ik was rustig. Daarna vanaf 6 uur is het donker geworden en ik heb met de badmintonnen mijn beide ligamenten van mijn voeten verrokken. Dus als ik nu zo in het donker moet lopen op een oneffen onderbodem, ben eigenlijk het tweede uur veel meer bezig geweest met naar de bodem te kijken, naar de grond te kijken. En te hopen dat ik mijn voet niet zou omslaan. Dus dat was heel ambetant. Want ik voelde me eigenlijk echt heel goed. Alleen nog altijd. Ook goed nieuws is, ik ben zeker dat ik een halve marathon zou kunnen lopen. Dat was gewoon 3 kilometer meer, maar dat viel goed mee. Wacht even. Ook heel goed is dat ik praktisch de hele tijd met mijn neus, met neusademhaling heb kunnen lopen. Daar ben ik heel blij mee. Aan 6 minuten, dat is een stevige basis om door te gaan. En als het lopen van de marathon uit 3 delen bestaat, was vandaag, of mijn training tot en met de finishlijn, uit 3 delen bestaat, dan was vandaag de eerste. Namelijk zien, hoe ver kan ik eigenlijk? Kan ik 18 kilometer? Het antwoord is ja. Dan, hoe voel ik mij erbij? Eigenlijk vrij goed. Mijn knieën doen geen pijn. Ik had nog gerust verder kunnen lopen, een halve marathon of langer. Dan de volgende, de tweede fase, is dan die 5 of 29 kilometer. Pak 29 kilometer, als ik die gedaan krijg, wel, dan wil dat eigenlijk zeggen dat ik fysiek klaar ben om een marathon te lopen. De rest, allee, die andere 13 kilometer, oké. En dat zal over een paar weken zijn. En dan het derde is de marathon zelf. Hè. Dus al bij al, voel mij goed. Het was heel mooi loopweer, het heeft heel kort geregend. Maar ça va, dat valt nog allemaal goed mee. Ik ben blij. Dat is een goed teken. Ik had echt nog zeker 1 ronde, misschien zelfs 5 kilometer uit kunnen persen, maar discipline, en dat is heel moeilijk voor mij, discipline is belangrijk. Dus ik ben gewoon gestopt op 18, dat is mijn schema, daar hou ik mee aan. Ik heb niks te bewijzen en daar ben ik blij om, dat ik die knop kan omdraaien. Oké, ik ga nu melk drinken.